Kijk, mooi hè? Esfedra. De bekende rots in de branding, waar volgens vele mensen een magische kracht van uitgaat. En als je nu elke dag met Esfedra op de achtergrond wil wakker worden, dan is dit resort misschien wel wat voor jou. Seven Pines, 5 sterren. Het is makkelijk te bereiken, rustig en toch maar 25 minuten van Ibiza stad. Het is een suite-only 5 sterren resort, onderdeel van de leading hotels of the world. Het resort heeft 186 suites, onderverdeeld in 3 gedeeltes. Laguna, The Cliff en Ibisenko Village. Dit is een suite in het Laguna gebied. Kijk, compleet met een keuken, minibar, leuke zit, slaapkamer, nog een slaapkamer en kijk, een heerlijk terras. Kijk, en dit is de reden waarom Laguna heet. Hier heb je een eigen zwembad voor al deze suites, speciaal voor families met kinderen. En je hebt prachtig uitzicht op Esfedra. Ook in deze suite in Ibisenko Village zal je aan niets ontbreken. 2 slaapkamers, eigen keuken, alles erop en eraan. En natuurlijk, kijk eens even, een zwembad. Voor extra privacy of voor mensen die niet kunnen delen. En als je nu nog dichter bij Esfedra wil verblijven, dan is dit misschien wel de mooiste accommodatie van het resort. Namelijk de Cliff Suites. Kijk eens, alles erop en eraan. Het is eigenlijk een klein huis voor 4 personen. En 1 of 2 kinderen. Kijk, de mini, het is gewoon een maxibar. Het is helemaal geen minibar. Ja, het is een Cliff Suite, hè. Van elke raam kijk je naar de rotsen. Ja, ik zie mezelf al hoor. 'S Ochtends lekker douchen. De zee op de achtergrond. Kijk, net de badkamer. En dan komen we bij de master bedroom. Met onder andere een inloopkast. Complete douche. Een ruim 2-persoons king-size bed. Met uitzicht op, jawel hoor, Esfedra. Uiteraard heeft elke suite gratis wifi en minimaal een balkon of terras. Nou, dit is dus mijn terras. Kijk dan, dat is toch prachtig. Hola, hallo. Nou, dit is leuk zeg. Net als in een hotel hebben ze hier ook gewoon room service. En dan komen ze echt van alles brengen naar je eigen suite. Het is eigenlijk suite service. Dat is wel leuk ook. En misschien wil je, als je op het resort zit, toch nog even naar het leuke strandje. Of naar Ibiza stad. Of misschien de omgeving verkennen. Dan doe je dat gewoon. Met deze elektrische scooter, die brengt je geruisloos naar de mooiste plekjes op het eiland. Joehoe! Of je blijft in de buurt van het resort en maakt gebruik van de vele wandelpaden. Bijvoorbeeld naar het Stonehenge-achtige kunstwerk Time and Space. Ontspannen doe je hier in de Spa Wellness, Pure 7. Onder begeleiding van gekwalificeerde therapeuten, een ruime keuze uit gezichts- en lichaamsbehandelingen, yoga, mindfulnessactiviteiten, die zorgen er zeker voor dat het zengevoel weer naar je boven borrelt. Maar het komt natuurlijk vast door Esfedra. Fitnessen kun je hier ook met of zonder personal trainer. En met de meest moderne apparaten zorgen ze dat je in shape komt, dan wel blijft. Het mooie is dat elke bar een eigen cocktailkaart heeft. Dus je kunt zo switchen. Bij elke bar weer andere cocktails drinken. En dit is de Flower Power. Gracias. Resort heeft 2 restaurants. Voor het ontbijt, lunch en diner. Maar bij iedere keer, oh wauw, kijk eens. Dankjewel. En dan dat uitzicht, hè. Gaat dat ooit vervelen? Nooit. Nou, je hoort het dus. Overdag, die prachtige Esfedra. En 's avonds een kwartslag naar rechts, de zonsondergang. En dat allemaal front row. Ja, dit is dus het volwassenen zwembad in de Cliff Area. En ook vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op de omgeving. En natuurlijk op die berg. Maar dit is een heel speciaal zwembad. En wat is nu zo speciaal aan dit zwembad? Het is namelijk een oneindig zwembad. Een infinity pool. Oftewel met zo'n glazen plaat. Waarbij je, als je echt je best doet,